Dit was me het avondje wel voor jou, Jan-Arie van der Heijden. Ik denk voor het hele team dat het een zware wedstrijd was. We begonnen niet zo goed. Fenerbahçe die begon sterk, zette ons vroeg onder druk. Daar waren we eigenlijk te snel de bal kwijt de hele tijd en kwam niet in ons spel. Dan kom je 1-0 achter en uiteindelijk kwamen we wat beter erin. Af en toe hielden we wat beter de bal in bezit en konden we combinaties spelen. Maar we kregen niet echt uitgespeelde kansen, behalve dan de tweede helft een kwartiertje ongeveer waarin we wat gevaarlijker werden. Maar ja, zonde. Was je verrast hoe lastig jullie het toch hadden met de hectiek hier? Vooraf wisten we dat ze eigenlijk gelijk vol druk zouden spelen en proberen om ons zodanig de bal te laten verliezen dat ze gevaarlijk konden worden. En dat gebeurde een aantal keer. Daar moeten we ons beter tegen wapenen. Dan moet je zondag naar Tilburg, naar Willem II. Is dat juist een interessante wedstrijd om te kijken hoe jullie dan met zo'n wedstrijd als deze, dat het ook weer tegen zit, dat het niet goed afloopt voor jullie, hoe je daarmee omgaat? Nou, we zijn als team sterk genoeg om zondag er weer te staan. Waar put je dan dat vertrouwen uit? Want vorig seizoen had je natuurlijk van die kantelmomenten. Waarin voel je dat dan nu, dat ondanks dit wat er vanavond gebeurt, dat vertrouwen er is? Nou, ik put zelfs vertrouwen uit vanavond. Ik denk dat Fenerbahçe niet echt vaak gevaarlijk is geworden. Ondanks dat het een mindere wedstrijd van ons was, kregen ze niet echt veel uitgespeelde kansen. Dus op zich zijn we als team gegroeid en zullen we zondag klaar voor zijn. Ik heb alle vertrouwen in. Ik denk dat dit een leerzame wedstrijd was. Jullie spelen van de 6 Europa Cup duels dan 5 keer een uitwedstrijd vervolgens. Vind jij dat jullie daar een beetje meer geholpen hadden moeten worden misschien? Nee, is geen probleem. Dat is duidelijk. Yes. Nog één ding over de wedstrijd van vanavond hier in Istanbul. Want jij was met name, na een akkefietje met Emenike, echt de gebeten hond hier in dit stadion. Hoe is dat dan? Ja, geef niet. Ik probeer een beetje vertrouwen uit te putten door te denken dat ze me toefluiten in plaats van uitfluiten. Ja, dat is wel mooi. Je hebt voetballers die raken daarvan in de war. Je hebt ook voetballers die spreken dan openlijk uit van ik vind dat eigenlijk juist wel heerlijk om zo gehaat bijna te worden. Dan stijg ik boven mezelf uit. Nee, dat was geen probleem. Wat ik al zei, ik probeerde gewoon moed uit te putten en probeer het stadion stil te krijgen of nog harder te laten fluiten. In de tweede helft hadden we momenten waarin de fans van Fenerbahçe tegen hun eigen ploeg keerden, maar daar hebben we niet genoeg uitgehaald.